FC Twente met Wout Brama in de basis die naar München ging, naar Mullenwolfaard en fit genoeg is voor deze wedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd die overigens na 10 seconden al begint met een dikke kans voor Jong AZ via Tidjani Reinders. Niet best ingeschoten. Twente is ontzettend nerveus en dat is terug te zien in het spel. Volgende mogelijkheid voor Jamie Jacobs. FC Twente komt amper aan voetballen toe, daar zit technisch directeur Ted van Leeuwen met de pas ontslagen Anderlecht-trainer Fred Rutte. Natuurlijk bij zijn Twente. Hier komt de mogelijkheid aan voor FC Twente. Via Oosterwijk. Maar Oosterwijk stuit op Roggeveen. Die onder de lat staat bij Jong AZ. Dan gejuich op de tribunes. Want PSV komt op voorsprong tegen Sparta. En als Jong PSV die wedstrijd wint, dan hoeft FC Twente helemaal niet te winnen van Jong AZ om kampioen te worden en terug te keren in de Eredivisie. Niet veel later, een mogelijkheid bijna voor Zek Nini. Nog altijd speelt FC Twente geen beste wedstrijd, alles behalve. En bij Jong AZ maakt Maxime Gullit, 17 jaar, zoon van, zijn debuut in het betaalde voetbal. Kan FC Twente de wedstrijd dan toch nog naar zich toe trekken? Hier Zek Nini, die wel goed doorzet. Nigalik de basis, maar zijn inzet is ontzettend zwak. En dus scoort hij niet. Rafik, Zek Nini, de Noor, daar zit Koufo. Naast Eddy Achterberg, kampioen van Nederland. Koufo, 9 jaar geleden. Een mogelijkheid nog voor Bijen in de 81ste minuut. Maar hij knikt de bal slechts centimeters naast bij Roggeveen. 2-0 wordt het zelfs bij Jong PSV tegen Sparta. En dan maakt het al helemaal niet meer uit wat Twente doet. Twente speelt met 0-0 gelijk. Marino Kuzic doet het met FC Twente. Kampioen in de keukenkampioendivisie. En dus keert FC Twente terug op het hoogste niveau. Terug in de Eredivisie.